Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een nieuwe Kingdom Projects. Waarbij we, aan de titel zag je het waarschijnlijk al, iets unieks gaan doen. Jullie mogen een keer mijn skin gaan bepalen. Die ga ik ook een aantal afleveringen, en als die tof genoeg is, hou ik hem gewoon gebruiken. Natuurlijk heb ik het liefst dat je wel het herkenbaar gezicht van mij erin hebt, maar de rest mag je helemaal zelf aanpassen. En als je iets hebt van David moet roze haar, dan moet David roze haar. Ik ga vervolgens van alle inzendingen die jij naar mij toe kan sturen op Twitter. En je kan ook even op Novaskin, kun je natuurlijk even een Dus David skin maken. Ik ga daaruit zoeken en dan zoek ik een hele leuke uit. Makkelijkst is om even screenshotjes te sturen naar @DusDavid. En om even een idee te geven met alle mogelijkheden, heb ik even wat survival spelers gevraagd om mijn skin aan te trekken. En ja, het ziet er echt super derp uit. Oh, iemand heeft al roze haar. Oh my god, Boes. Echt geweldig. Heel raar. Er lopen overal lopen hier Davids rond. Zie je dat? Zelfs iemand met een... Oh my god. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken, jongens. Ben ik een kroon waardig? Ja, nee. Ik weet het niet. Dit is natuurlijk de oude skin van Kingdom, waarbij mijn kleren verscheurd waren, zoals je ziet. Daar heeft Nick voor gekozen. Als het goed is, heeft die ook een of ander Antropia-vlaggetje. Groen met wit op de achterkant. Het is natuurlijk mijn Mindtopia-skin, waarbij ik heel serieus kijk. Alphadok is echt hard aan het flippen. Dan hebben we hier Miss Freya, die kiest voor de normale basic skin. Clean, zonder kapotte kleren. Ook heel erg tof. Wat de hel is hij aan het doen, joh? Wat doet Alphadok allemaal? Oh, hij heeft honger. Ja, dat is niet mijn probleem. Dan hebben we hier nog iemand met heel veel pijlen in de rug. Dat kan ook heel erg leuk zijn. Julia heeft dezelfde idee. Dit is eigenlijk wel zo'n beetje dus David skins. Er was ook nog een derpie. Ik weet niet waar die is. Die gaan we even opzoeken. We zoeken de derp. Maar dus een korte aflevering, want het gaat simpelweg om... Oh, dit ziet er mooi uit hoor. Cool boys. Oh, I like you, like you. Het gaat er dus echt puur om dat... Oh my god, dit met rood haar. Why? Why? Wat is dit? Waarom zou je dit doen? Oké. Het gaat dus echt om dat jullie een skin voor mij gaan ontwerpen. En natuurlijk krijg je dan ook de credit. Ik ga jou vernoemen in de video. Als je niet weet hoe dat werkt, ik ook niet. Ik heb er nooit een skin gemaakt in mijn hele leven. Dus dat kun je even lekker googlen. Hoe maak je een Minecraft skin? Jullie kunnen het. Dat ze elkaar laten schieten. Hey, hou er eens mee op, man. Stommerik. hier is de derp. Welke was het? Shit, ik ben hem weer kwijt. Er zijn er zoveel. Groep party. In het midden. Oh, kan ik natuurlijk niet zeggen. Party in het midden. Nou jongens, kom maar. Die ziet er super derp uit. Komen ze allemaal hierheen? Ik denk het wel. Oh my god. Ja, daar heb je ze. Waar is de derp? Waar kan ik de derp vinden? Oh my god, deze heeft mooie ogen. Blauwe ogen. Ik vind het cool. Je mag gewoon je eigen variatie erop maken als je dat wil. Ik vind dat helemaal niet erg. Dat maakt het origineel. Ja, hier, de derp. Nathalieke. Oh my god, dat ziet er zo stom uit. What the freaking crap is dat? Nou ja, maak er een mooie skin van. Doe iets wat Antropia waardig is. Ik wil iedereen natuurlijk hier bedanken die hier even mijn skin heeft aangetrokken. Super tof. En jij heel veel plezier en succes ook met het maken van een skin voor Kingdom. Denk ook aan kleuren groen, wit misschien. Wees gewoon lekker creatief. Het mag 3 lagen hebben. Optifine Cape boeit me geen ene reet. En dat was hem eigenlijk wel. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze zeer korte Kingdom Projects video. Vergeet even een like achter te laten. Stuur je submissie eventjes op Novaskin. En even via Twitter waar ik hem kan vinden. Misschien ga ik hem dan kiezen. En dan krijg jij de vernoeming. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!